Hier is het uitzicht fantastisch, maar je bent hier ook vlakbij de Sallandse Heuvelrug. En dat is ook heel erg fantastisch. Voor groot en klein ontdekte vandaag ook Ruud Dilling. Je kunt klimmen, je kunt op de wipwap, er is een kabelbaan. Nou, van alles. Mooi gelegen in het bos. Ook dingen die, waar je fantasie bij kan gebruiken. Je kan spelen op je eigen manier. Nou, dit staat er vanaf de herfst 2014. En inderdaad, er is een dwarslatje weg. Dus ga ik doorgeven en dat wordt weer gemaakt. Maar dit is onderdeel van het nieuwe speelbos? Het speelbospad, ja. En elke keer vernieuwen we dingen. En het moet natuurlijk allemaal veilig zijn en leuk blijven. En het staat buiten. Het is hier zo nat. Dus het is ook nog wel onderhevig aan slijtage. Dus af en toe wordt er wat vernieuwd. En onder andere dit huisje. Willen kinderen hier nog wel op spelen? Want ik mis een stekker. Ja, inderdaad. Zonder elektriciteit. Ja, gelukkig wel. Het speelbospad is best populair. Er komen 300.000 bezoekers per jaar. En wij vinden het als organisatie ook heel erg belangrijk dat kinderen in de natuur komen spelen. Zodat ze zich prettig voelen hier en dat ze er ook voor gaan zorgen natuurlijk. Maar missen ze de feeling met de natuur? Ja, het is natuurlijk steeds minder vanzelfsprekend dat kinderen buiten komen. Vroeger had je ook in elke woonwijk wel een ruig stukje of een bosje waar je kon spelen. Dat wordt steeds minder. Dus daarom vinden we bij Staatsbosbeheer het belangrijk dat kinderen toch in de natuur blijven komen. Zodat ze een band opbouwen en dat ze als ze volwassen worden ook voor die natuur gaan zorgen. Wanneer hebt u voor het laatst op de wipwap gezeten? Nog niet zo lang geleden. Ik moet ze regelmatig testen. Hè? Zal ik het even samen doen? Dat is goed. Ja. Ja. Oké. Ja. Hier zo stond een hangbrug. Die is helaas. Deze plek is nog leeg, hè? Ja, deze is nog leeg. En de oude hangbrug moest verwijderd worden. Was niet veilig meer. Dus we zoeken eigenlijk nog mensen die ons willen helpen bij de financiering van de hangbrug.